je hebt een heel nieuw stemgeluid en een heel nieuw repertoire. Ja, het is echt internationale sound. En een nieuw repertoire. Ik begon met Nederlandstalig en nu sta ik gewoon Engels te zingen. En ja, sommige mensen zeggen van, oh, ik dacht dat je uit Amerika kwam. En dan zeg ik, nee hoor, ik kom gewoon uit Nederland. Dus dat is wel super leuk om te horen. Wauw, wat heb ik niet gedaan? Ik heb nog niet in Ahoy gestaan of in een grote zaal. Althans, ja, wel een keertje toen ik 12 was van Max Maakt Mogelijk voor 14.000 man. En dat was wel heel erg leuk. Deze zomer heb ik ook opgetreden tijdens de Disney Channel Zomertour in België. En wat heb ik eigenlijk niet gedaan? Ik heb bijna wel alles gedaan. Eigenlijk is het wel grappig. Ik sta hier vandaag eigenlijk een beetje rondom de Hollandse circuit, noem ik dat. Weet je wel? En ja, eigenlijk begon het bij mij hier ooit. Gewoon tussen de Hollandse artiesten. En ja, het voelt gewoon als thuiskomen. Wel echt wel leuk om dit keer weer even mee te maken. Zit daar misschien nog meer in bij Disney? Dat zou wel super leuk zijn. Want ja, mijn droom is ook wel om hier naast het zingen ook te gaan presenteren. Dat lijkt me super leuk. Dus ja, dat zijn eigenlijk een beetje mijn toekomstdromen. Presenteren, veel meer muziek maken. En ja, voor mijn part heel de wereld veroveren. Dus ja, wie weet. Kiss Me Now is mijn huidige single. Ja, hoe ben ik bij Kiss Me Now gekomen? Gewoon zoeken totdat je de perfecte nummer hebt. En dan ja, gewoon inzingen, in de studio staan. En heel het proces, videoclip opnemen. Dat heb ik trouwens gedaan in Frankrijk, in Calais. Dus het was super leuk. En ik heb ook echt gekust in de clip. Dat was wel spannend. Maar ja, try before you die, zeg ik altijd. Be beautiful and fearless. Ja, ik geef altijd aan van de artiesten waar ik tegenop kijk. Bijvoorbeeld Katy Perry, Demi Lovato, Selena Gomez. Daar kijk ik wel tegenop. En dan zeg ik altijd van ja, dat vind ik wel een stoer nummer, zoiets. Maar dan toch wel een tikje van mezelf erin. Zo doe ik altijd aangeven van wat is mijn stijl. En ik heb meestal als ik gewoon echt een nummer hoor en ik voel van mezelf van, oh my god, ik moet die hebben. En dat ik op de grond lig. Van, die moet ik hebben. Als ik die niet heb, dan wauw. Dan ga ik echt verdrietig zijn. Dan is het wel een goed teken. Dan moet ik dat nummer gewoon hebben. Ik schrijf mijn singles niet zelf. Ik zou het wel leuk vinden om een keertje mee te gaan schrijven. Want ik heb heel veel fans die met problemen zitten. En ik zou graag ooit een nummer willen schrijven over die problemen wat de jeugd meemaakt allemaal. Een soort krachtnummer. Bijvoorbeeld dat je onzeker bent en dat je jezelf pijn wilt doen. En dat het eigenlijk helemaal niet nodig is, omdat, snap je, er zijn zoveel mensen, ik vind mezelf lelijk en ik ben niet perfect. En dan gaan ze het probleem bij zichzelf zoeken en dan gaan ze zichzelf dingen aandoen wat eigenlijk helemaal niet nodig is. Dus dat zou ik eigenlijk willen vertellen van, je bent mooi en je bent het waard en doe al die dingen gewoon niet. Dat is gewoon een heel moeilijk thema, maar overal waar ik kom, echt niemand is gewoon perfect. Iedereen heeft wel een probleem. En dat zoek je niet achter diegene als je ziet van iemand op straat van, oh, die zou wel perfect zijn of die zou wel een perfect leven leiden. Maar eigenlijk is het gewoon helemaal niet zo. Welke imperfectie schuilt er achter Savannah? Imperfectie achter Savannah? Mijn tanden, die zijn niet echt ooit mooi geweest. Die heb ik perfect laten worden.